Ja, we gaan verder. Verder? Kom mee! Kom mee! Ik ben vanavond bij de Muur op Strijp S. En zoals je ziet achter mij, het is echt super druk, super leuk. Deze mensen zijn allemaal buiten. Er staat ook een van de rare gasten met de rode muts achter mij, ook heel leuk. Maar er is hier een expositie binnen. Ik zal het even laten zien. Over graffiti. En al deze mensen zijn er om te kijken. En ik ga ook even binnen kijken. Kiki maken. We zijn even heel serieus bezig. Dit is even een project. Dit is live graffiti. Live graffiti. Dit is live artist. Niet in de camera kijken, hè? Bivakmutsel. Juist. Maar hoe moet het nou? Hey, schreeuwen! Is dit een shoutogram? Nee, weet ik niet, denk ik. Nee, nee. Het is een shoutogram. Wij schreeuwen er ook niet. Ja! Start! Strike pose. Hey, wat vind je van de expositie? The world is spinning too fast. I'm on that bike. Ik ben de maker en de curator van deze poster. Daar ga ik op. En wat kan je mee vertellen? Nou, deze tentoonstelling gaat eigenlijk over Second Life of graffiti. Dus van de straat naar het internet. En de makers die dat goed doen eigenlijk. Dus die eigenlijk begrijpen van oké, heb je online publiek of heb je een sorry. Je moet begrijpen van je hebt het publiek op de straat, maar je hebt ook eigenlijk ook het publiek op het internet. En dat is een veel groter publiek. Alleen op straat. Alleen op straat. Of alleen op het spoor. Daar gaat het over het vastleggen van. Ja, het vastleggen van, maar ook net iets meer doen dan dat. Dus als je ook kan zeggen, nou ja, je kan ook zeggen van wat is nou het uiteindelijke werk? Dus als je platte graffiti